Hallo, welkom in een nieuwe video waarin ik een aantal boodschappen moet doorgeven, mag doorgeven eigenlijk, van een mannelijke energie aan een vrouwelijke energie. En hetgeen wat ik hoor is dat de vrouwelijke energie eigenlijk twijfelt over de connectie. De eerste boodschap is nummer 11 kaart. Dus dat is zeker een diepe zielsconnectie. Waarin dat de mannelijke energie wil laten weten aan de vrouwelijke energie dat de liefde dat ze ervaart en voelt, dat die oneindig is. Dat die voor altijd bestaat. Omdat die bestaat in elke dimensie en daardoor ook niet kan verloren worden. En dat is iets wat je als tweelingvlam, zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, eigenlijk te leren hebt. Dat de liefde die je ervaart en die dus gespiegeld wordt door jouw tweelingvlam, of door iemand anders, dat kan ook in vriendschappelijke situaties zijn dat je dat ervaart, is eigenlijk iets die al in jou aanwezig is. Het is eigenlijk een essentie van jezelf die gespiegeld wordt door andere zielen. Maar het gaat eigenlijk over jezelf. En dat maakt ook dat, als ik kijk naar mijn eigen tweelingvlamconnectie, kan ik niet uitleggen waarom en hoe dat komt dat ik die liefde voel voor mijn tweelingvlam. Waar in vorige relaties werd het altijd uitgelegd van, ja, als het op fysiek gaat, is het knappen. Of hij is goed daarin. Of hij is lief. Of het wordt altijd toegekend aan een aantal eigenschappen. En dat is het grootste verschil dat ik ervaar in mijn tweelingvlamconnectie. Dat de liefde, het gevoel dat je ervaart voor en tussen jou en jouw tweelingvlam, of een andere diepe zielsconnectie, is moeilijk te omschrijven. En zeker wanneer je het dan wilt logisch gaan aanpakken of rationeel gaan verklaren, daar zijn geen woorden voor. Er zijn genoeg dingen die ik zou kunnen bedenken om te zeggen dat het geen goed idee is om samen te zijn met mijn tweelingvlam. Waarom? Omdat die de weerspiegeling zijn van mijn diepste schaduw, van mijn onzekerheden, van de angsten waar ik vroeger tegenaan liep. Want ik heb nog heel veel dingen getransformeerd en geheeld. Maar al die dingen, al de, wat ze zouden zeggen op internet, de red flags, die zijn enkele weerspiegeling van de dingen waar ik zelf tegenaan liep. Dus onthoud, als, zeker als vrouwelijke energie, een vrouwelijke energie leidt altijd. Maar leidt vooral het meeste in energie, in 5D en hoger. Waarin dat de mannelijke energie het dan gaat gaan weerspiegelen in het fysieke. Het is nooit andersom. Nooit. Want op het moment dat je zelfs gaat proberen om dingen te gaan sturen, om dingen te gaan controleren, ga je zien dat het enige wat je eigenlijk creëert een soort van separatie is. En een soort van disconnectie tussen jou en je tweelingvlam. Een andere boodschap dat de mannelijke energie hier wil meegeven is dat hij jou op allerlei manieren probeert te volgen en te observeren om dingen van jou te weten te komen. Enerzijds om een stukje zijn onzekerheden te sussen, maar anderzijds ook een manier om dicht bij jou te zijn, om zich dicht bij jou te voelen. Een van de dingen dat mannelijke energieën doen is jou googlen bijvoorbeeld. Zoeken op internet. Om te kijken of dat er misschien toch geen andere man is waar dat je meer interesse in hebt. Of dat de dingen waar dat je vertelt niet volledig de waarheid zijn. En dat komt voort vanuit natuurlijk wonden en stukken van de mannelijke energie. Maar dat zegt ook dat de mannelijke energie eigenlijk op dat moment nog niet klaar is om de diepe emoties en de diepe connectie dat ze ervaren, om die ook echt te voelen.
En de volgende kaart die eruit vliegt eigenlijk, gaat ook weer over union. Dus de eerste kaart was ook over union. De tweede was over die communicatie. Hè. Dus dat communicatie niet alleen het fysieke terugsturen van berichtjes of bellen en wat dan ook is. Maar de kaart die er nu komt, gaat over het feit dat de mannelijke energie de chemie, de alchemie tussen jullie beiden voelt. En zegt daarin tegen zichzelf en ook tegen de vrouwelijke energie van ja, we moeten dat gevoel vertrouwen. We moeten de energie dat we delen vertrouwen, want dat is hetgeen dat ons uiteindelijk telkens weer terug gaat bij elkaar brengen. Ik moet zeggen, dat is ook iets wat ik al regelmatig ervaren heb in mijn connectie. Wanneer we getriggerd worden, wanneer we in een soort van disconnectie gaan, dan is altijd de liefde dat we voelen voor elkaar die ons weer samenbrengt. De dingen dat we niet kunnen verklaren met het logische mind, maar dat we kunnen, dat we ervaren en dat we gewoon die zodanig sterk is dat we het niet kunnen ontkennen, dat zijn de dingen waar dat je eigenlijk heel veel kracht en macht mag aan geven. Want dat is de waarheid. De connectie en de energie die je voelt tussen jullie beiden. De mannenkinderen zegt ook, ik weet dat ik een aantal gehechtheden en dingen waar ik nog mee verbonden ben, moet loslaten. Dat kan gaan over werksituaties, maar ook ideeën, patronen, gewoonten enzovoort. En dat is echt van, oké, vertrouw mij dat ik ook daarin bezig ben. Naarmate dat jij verder jezelf ontwikkelt en uitzuivert in energie, doe ik dat ook. Natuurlijk als weerspiegeling ook in energie, maar meer nog ook in het fysieke. Maar ook daarin moet je hem de ruimte geven om dat in zijn tempo, in zijn ruimte, in zijn tijd te doen. Want dat heeft ook weer te maken met zijn groeiproces. Je weet het of weet het niet. Maar de vrouwelijke energie vliegt het tweelingproces voornamelijk aan vanuit de hogere chakras. Omdat zij van nature uit veel meer die verbinding heeft met het hogere, met energie, met afstemming met de ziel en dergelijke. Dus haar lessen zitten ook veel meer daar in die stukken, in het vertrouwen, in die overgave en dergelijke meer. Terwijl bij de mannelijke energie is dat veel meer gesitueerd in de onderste chakras. Wat dat natuurlijk ook veel meer verbonden is met het fysieke. Dus wanneer je gaat merken dat je rond obstakels of bepaalde wonden gaat gaan werken, is er altijd ook een weerspiegeling bij je tweelingvlam. Of omgekeerd, als je ziet dat hij ergens tegenaan loopt in het fysieke, kijk dan wat dat betekent voor jou in energie bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat iets is die ook op een of andere manier zich ook toont in jouw fysieke wereld. En dan eerder in energie in de andere. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is belangrijk, zeker in het begin, als je niet goed weet wat dat jij van nature bent, dus of dat je eerder de neiging hebt om meer vanuit je vrouwelijke energie en je partner vanuit je mannelijke energie te gaan functioneren. Let dan wel op, dan heb ik het over de geheelde versie, niet de vervormde versie. Want als jij heel vaak in je vervormde mannelijke energie zit, dan ga je ook mensen of partners aantrekken die in vervormde vrouwelijke energie zitten. Wat natuurlijk wel, dat je ook weer lessen gaat leren en gaat merken dat wel die aantrekking er is, maar het is dus eigenlijk een aantrekking vanuit wonden. En dat is niet de bedoeling. En daaraan gekoppeld ga je ook zien dat in de communicatie met je tweelingvlam, dat het soms gebeurt dat jij jezelf dingen hoort zeggen of dat je zelf dingen hoort of ziet schrijven bijvoorbeeld. En dat je niet goed weet van ja, waarom zeg ik dit? Hoe komt het dat ik dat nu zeg? En ook omgekeerd, je mannelijke energie heeft dat ook vaak. Maar dat heeft ook te maken omdat in dergelijke diepe zielsconnecties, waarin dat je inderdaad in contact bent met een ziel die jouw exact unieke frequentie heeft, dan worden er dingen zodanig georchestreerd en zodanig, ik zou bijna zeggen gemanipuleerd, maar vanuit dus jouw team, vanuit jouw lichtteam, zodanig dat jij dingen zou zeggen of dingen zou doen die een wonde in anderen triggert. Waarom? Omdat door het triggeren die wonde zichtbaar wordt. En dan, dat is dat de grootste uitdaging, vind ik zelf, dat je een manier moet vinden om dat doorheen te zien. Om niet te blijven
zitten in het stuk van slachtoffer en dader en van jij hebt dat gezegd en dat, ik voel me nu daardoor een slachtoffer of wat dan ook. Het is soms veel krachtiger om het gewoon te zien als een resultaat van de dynamiek tussen jullie beide identieke frequenties, maar met als doel, met als hogere doel om alle ballast dat je nog meedraagt, of dat jij het nu bent, of je tweelingvlam, vaak beide dus, om dat nog verder uit te zuiveren, zodanig dat jullie inderdaad veel meer kunnen gaan verbinden vanuit jullie pure frequentie, die, wanneer dat gaat over je tweelingvlam, exact dezelfde is. Wanneer dat gaat over soulmate, dan is die frequentie niet exact dezelfde, maar lijkt het er heel sterk op. Dus in frequentie, dan gaat er misschien een paar hertz, bij wijze van spreken, een verschil in zijn. Maar je tweelingvlam is exact dezelfde frequentie. Exact, identiek. Als je natuurlijk alle ballast en alle ervaringen en alle conditioneringen en dergelijke kan loslaten. Een andere boodschap dat de mannelijke energie wilt dat deze vrouwelijke energie weet, is dat hij bezig is met te begrijpen hoe dat zijn gedachten ook zijn wereld creëren. Hij ziet het al bij anderen. Geloof mij, ze gaan ook heel veel dingen over de wet van aantrekking en zo van die dingen op hun pad en op hun boterham krijgen. En ze leren ook altijd maar meer en meer te vertrouwen dat ze ook positief moeten blijven. Maar twijfelen erover of dat jij als vrouwelijke energie ook wel de kracht en de moed hebt om positief te blijven over het leven, over jezelf, over de connectie. Want jouw tweelingvlam is eigenlijk de geascendeerde versie van jouw eigen energie. Wij zien niet elkaars fouten in die zin. We kijken daar eigenlijk doorheen. Dus we kijken doorheen de illusies van de drie wereld. Dus dan daarom is ook de grootste uitdaging, zeker voor vrouwelijke energie, maar ook op een bepaald punt voor de mannelijke energie, is om doorheen die illusies van de 3D te gaan kijken. En om dat niet te nemen als, als een waarheid. En om dat als, om van daaruit op verder te gaan. Want er is altijd veel meer gaande spiritueel en energetisch dat je niet kan zien en dat je zelfs ook niet altijd kan gaan begrijpen. Dat je gewoon niet weet wat er aan de hand is. Het is meermaals dat er iets gebeurt en dat daarna die mijn tweelingvlam dan ook aangeeft van ik weet eigenlijk niet meer wat er gebeurd is. Er is precies alsof er iets buiten mij een controle over mij nam, waardoor dat zus of zus gebeurd is. En dat daarom is belangrijk dat je alles, zeker bij een diepe zielsconnectie zoals een tweelingvlam, dat je alles gaat gaan bekijken vanuit energetische. Dat je dus ook werkt, leerwerken met de universele vlammen. Want jij bent als tweelingvlam ook geïncarneerd via een universele vlam. Bijvoorbeeld, ik ga zelf aan mijn tweelingvlam, wij zijn blauwe tweelingvlammen eigenlijk. Dus wij zijn verbonden met de blauwe straal. Omdat dat ook een stuk te maken heeft met onze, met de missie die we gekozen hebben. Uiteindelijk gaat elke tweelingvlamkoppel evolueren naar het gouden en het diamantenstraal. Omdat dat de bedoeling is dat we gaan kanaliseren en hier gaan neerzetten op aarde. Maar dus om te incarneren, dus om geboren te worden, kiest elke tweelingvlamkoppel één specifieke straal. En het is vanuit die straal dat ze dan eigenlijk hun missie hier verder gaan neerzetten. En daarom vraagt ook de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie van alsjeblieft, stuur mij energetische ondersteuning. Gebruik de frequentie van liefde om mijn en jouw energie omhoog te liften. Omdat dat ook helpt in de obstakels en de stukken waar ik tegenaan loop. En weet dat ik verlang om jou niet te verleiden, maar om te verrassen en om jou te verwennen. En jou te overweldigen met de liefde die ik voel. Maar op dit moment lukt het mij nog niet, omdat er eigenlijk vanuit de bescherming van ons team, dat ik nog van jou weggehouden word gehouden, eigenlijk bewust. Omdat jouw energie veel te kostbaar is om doorheen mijn obstakels mee te slepen. Maar
Weet als je je ogen sluit en dan je voorstelt dat ik bij jou ben, dat het zo echt aanvoelt, omdat ik er ook ben in energie. Ik ben altijd bij jou in energie en ik ben altijd bij jou in mijn hart en mijn ziel. Ik denk altijd aan jou. En ik begin ook meer en meer te begrijpen wat dat betekent om in die 5D met jou samen te zijn. Want je moet ook weten, heel veel mannelijke energieën, ze lijken misschien wel wat spiritueel, maar niet op dat niveau waar dat jij als vrouwelijke energie staat. Dus daarom zegt hij ook en vraagt hij ook aan jouw vrouwelijke energie van alsjeblieft, veroordeel dit niet, maar geef je gewoon over aan de dingen waar je voelt. En ik weet dat het soms jou triggert, maar als je alles gaat gaan bekijken vanuit dat hogere perspectief van onze zielen, dan gaat het niet alleen jouw energie reinigen, maar gaat het ons ook uiteindelijk dichter samenbrengen. We zien welke boodschappen er nog door willen komen. Dat is een hele mooie kaart. Eigenlijk is ook nummer 11. Ik denk dat 1, 2, 3. Ja, dat is de vierde kaart met cijfer 11 op. Waarin dat eigenlijk een speciale boodschap staat. Voor de vrouwelijke energie. Ook voor de mannelijke energie natuurlijk. Maar in eerste instantie voor de vrouwelijke energie. En daarin staat van... ik weet dat het verleidelijk is om jou te onthechten van de bron. Maar onze connectie naar de bron, naar het universum, is de liefde en de healing die we net nodig hebben om uiteindelijk tot reunion en dus weer samen te komen. En wat hij nog zegt, wat hij ook net gereinigd hebt, welk inzicht dat je net gehad hebt, welk stuk dat je net geheeld hebt in jezelf, weet dat het mij ook geholpen heeft om te verschuiven. En de mannelijke energie, wat ook dat je weet, dat hij nog nooit een dergelijke liefde als deze heeft ervaren. En dat de diepte ervan zo inspirerend is en zo magisch is, maar tegelijkertijd ook heel overweldigend is. En dat hij regelmatig op het punt staat om je een bericht te sturen, maar dat hij eigenlijk zijn angsten nog wat de overhand hebben op dat vlak. Omdat hij eigenlijk niet weet of hij van hem wil horen. Of dat hij bang is om de verkeerde dingen tegen jou te zeggen. Net omdat hij ziet hoe zuiver en hoe krachtig en hoe puur dat deze connectie is, wil hij het ook niet verliezen door de verkeerde dingen te doen in de 3D. En weet ook dat je de mannelijke energie, net zoals jij vrouwelijke energie, eigenlijk altijd ook bezig is met een soort van missie. Zijn energie en zijn weesheid helpt ook de mensen om hem heen. En dat is ook de reden waarom dat tweelingvlammen overal verspreid zitten. Omdat de verbinding die er tussen jullie is, hen ook helpt. Mensen merken dat. Ze weten niet wat het precies is, maar ze worden toe aangetrokken. Ik zie net ook 1818. Dus dat is ook weer een teken van einde van cyclusen, een welvaart en overvloed en onvoorwaardelijke liefde die als in enorme massa's gaan binnenkomen. Maar het is aan jou om die te aanvaarden. Het is aan jou om heel duidelijk te zeggen tegen het universum, van kijk, universum, ik weet dat het lastig is, ik weet dat ik uitgedaagd word, maar ik weet dat ik het, ook beschermd word op dit pad. Toon mij wat dat het is dat ik nu mag doen. Toon mij wat het is dat ik nu mag zeggen. En laat het dan ook los. Vertrouw dan ook op dat de dingen die moeten komen, gaan komen. En een laatste boodschap. Van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. Ik kan niet volledig daar bij jou zijn, zolang dat de andere persoon in jouw leven is. Ik weet dat het hard voor jou is, maar wij moeten door degene deze ervaring gaan om te kunnen healen. En dat is ook een hele belangrijke. Weet dat als er andere mensen, zielen betrokken zijn in jouw leven of in het leven van jouw tweelingvlam, dat dit ook te maken heeft met lessen dat jullie nog te leren hebben, dat je niet met elkaar dient te leren of zelfs niet met elkaar kan leren. En dus is het belangrijk om dat niet gewoon zomaar aan de kant te schuiven of te willen wegduwen, maar omarm het. Omarm de ervaring. Kijk wat dat het is dat je te leren hebt. Welk inzicht is er dat tot jou wil komen? Wat is de vrucht die daaruit wil geboren worden? Dat is hetgeen wat ik hoor.
En weet dat elke ervaring, hoe lastig ook, je uiteindelijk altijd weer dichter bij jouw tweelingvlam brengt. Nu, wil je meer leren over jouw tweelingvlam? Dan kan je het e-book Tweelingvlam Geheimen aanschaffen. Ik ben er nog bezig mee aan het schrijven. Het doel is om dat eind december te lanceren. En dus door te sturen naar mensen die het al aangeschaft hebben. Wil je een healing voor jouw connectie, voor jezelf en dus voor jouw connectie? Of wil je een reading waar je met een aantal vragen zet en die goed weet hoe je het verder moet gaan aanpakken en wat dat de dingen zijn die je willen zeggen? Of zit je in een karmische relatie en wil je weten wat dat er daar nog uit te leren valt? Dan kan je natuurlijk ook een channeling of een video reading reserveren. En dat kan allemaal via de link onderaan. En als er nog vragen zijn of dingen waar je tegenaan loopt, weet dat je mij altijd een mail kan sturen. En dan kijk ik op welke manier dat ik van dienst kan zijn. Zo, dat was voor vandaag. Ik hoop dat je een magische dag hebt. En tot in de volgende video. Dag!